Barack Obama en de Dalai Lama zijn verkozen tot populairste wereldleiders. De derde plaats is voor Hillary Clinton, gevolgd door Angela Merkel. Het minst populair zijn de leiders van Libanon, Iran en China. Wie vindt u 's werelds beste wereldleider? Obama. Barack Obama. Barack Obama. Obama. De Balkenende nog steeds. Balkenende heeft geen charisma. Obama heeft een bepaalde visie, uitstraling. Dus die kan dingen overbrengen op mensen. En dat kan Balkenende, denk ik niet. Dat vind ik een goede leider, absoluut. Je weet waar die over praat en die kan het goed vertellen. In de Geneen eigenlijk goed op het ogenblik. Oh, waarom niet? Ja, omdat het allemaal oorlog is overal. Dat volg ik ook allemaal niet. Ook van een Franse zender zijn Obama en de Dalai Lama bovenaan geëindigd. Nou, dat verbaast me niks. Nee. Obama kan ik me voorstellen, absoluut. Die is goed bezig, ja. Obama. Barack Obama. Barack Obama. Obama. En waarom Obama? Nou, dat is een echte democraat. Staat voor vrijheid. En dat spreekt mij aan. Ja, maar ik zie er nog niet veel van. Hij is vernieuwend voor het Amerikaanse volk. Hij is sociaal meer op onze Europese manier bezig ook. Van wat ik ervan gehoord heb, lijken ze hun best te doen om alles zo democratisch en met respect voor anderen op te lossen. Denk aan de ziekte. De zorg, verzekering, die is ook in gaan voeren in Amerika. En hij is op allerlei manieren dus vernieuwend bezig. Maar ja, daar zijn niet alle Amerikanen blij mee natuurlijk. Als je de laatste demonstraties gezien hebt van mensen rond het Witte Huis met wapens en dergelijke, dan... Balken, en hoe hoog moet die op die lijst staan van nu? Nee, die staat bij mij erg laag. Niet zo hoog. Ik ben geen Balkenende fan. Nou, die vind ik helemaal niks, die man. Ergens onderaan. Ergens tussenin. Hij springt er niet bovenuit voor u? Nee, hij doet gewoon zijn best om zich staande te houden. Maar er spelen altijd zoveel aspecten een rol dat het erg moeilijk is om te kiezen wat nou dan voor zo iemand het belangrijkste is om uit te voeren. Het is een beetje een eentonige man. En hij is niet progressief, vind ik. Hij heeft geen leider uitstraling eigenlijk. Dus dat zou nog wel beter kunnen? Ja. Oké, dank u wel. Nieuw, alsjeblieft.